We zitten nu in de trein onderweg naar Amsterdam. En het was echt heel gaaf, want je krijgt dus zo'n VR-bril op. En ik heb ook de nekroep omgedaan, want ik dacht als er dan niemand in de bak is, dan kan ik dat ook nog eventjes oefenen. Ik zal jullie nu een korte DIY geven, hoe je een leuke kerstkaart / cadeautje kan maken. Hoi, leuk dat je kijkt naar de 22e vlogmas video. Ik zit nu in de auto onderweg naar school en vandaag kon ik gelukkig een beetje uitslapen. We beginnen namelijk op dinsdag pas om 9:30 in plaats van om 8:30. En ik heb eerst 2 uurtjes Engels en daarna gaan we met school naar Amsterdam. We zitten nu in de trein onderweg naar Amsterdam en we gaan naar het Virtual Reality Theater. Daar gaan we dan een film kijken. We kunnen kiezen uit 4 verschillende thema's en ik denk dat ik de horror ga doen. Dus dat wordt super spannend. Lekker even bij de Starbucks, want we moeten nog een half uurtje wachten voordat we naar de VR mogen. Ik ben nu weer in Utrecht. Ik ben nu onderweg naar mijn oma, want daar komt mijn moeder heen en dan kan ik me daar omkleden. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de Nature Journey Experience VR. En het was echt heel gaaf, want je krijgt dus zo'n VR-bril op en een koptelefoon en dan kan je 360 graden ronddraaien. Dan kan je het echt helemaal beleven. En ik zat te twijfelen dat ik eerst de horror zou gaan doen, maar ik vond het ook een beetje jammer als ik de hele tijd super bang was en er niet echt soort van kon genieten. En de Nature Journey, dan ging je echt naar de Noordpool en dan zag je de ijsberen en het water. En dan kon je helemaal ronddraaien en op een gegeven moment was je ook in een soort grot. En het was echt super mooi om te zien. Er zaten ook minder leuke stukjes tussen, want het waren verschillende video's. En er was bijvoorbeeld ook eentje in de discotheek en dan zag je een heel verhaal van een man. Maar het was wel echt super gaaf. Dus een kaartje is volgens mij 9 euro en wij deden het dan vanuit school. Maar je kan er zelf ook gewoon naartoe. Dus wel heel erg gaaf om een keer te doen. Het is in Amsterdam dus. En het was echt een mooie beleving. Ik zou nog wel een keer de horror willen doen. Dus wie weet ga ik nog wel een keertje terug. Maar nu ben ik bijna bij mijn oma en ga ik me even omkleden. Ik ben nu op stal en kom maar jongen. Ik ga Dancy nu eerst even in de paddock zetten. Kan hij even lekker rennen en even lekker buiten staan. En dan gaan we daarna lekker rijden. Ik denk dat ik vandaag even met het Berwick-pad ga rijden. Gewoon lekker zonder zadel. En ik vind het wel altijd heel erg fijn om met het Berwick-pad te rijden. Zodat je de haren niet allemaal op je broek krijgt. En je zit toch net iets steviger. Dus gewoon deze week ga ik denk ik niet super serieus meer trainen. Of echt heel hard werken met Dance. Gewoon lekker nog even een beetje soort genieten. En ook alvast een beetje vakantie voor Dance. En volgende week ga ik natuurlijk zelf op vakantie. En dan gaat Roos Dance verzorgen. Ja. En ze gaat hem een paar keer rijden en gewoon lekker longeren, zodat hij ook een rustig weekje heeft. Kom maar jongen.
gotta give a little. Meisje. Ja. Zitten. Zitten. Pootje. Pootje. Andere pootje. Goed zo, knuppertje. Ja. Goed zo. We hebben net gegeten en ik ga nu eventjes Penny uitlaten. Het is trouwens echt super gezellig, want echt iedereen in de straat zowat heeft kerstlichtjes. Ik zal het even laten zien. Daar. Daar zijn kerstlichtjes. En hier, super gezellig. Het is echt zo leuk. Aangezien de kerstboom natuurlijk dit jaar niet aankon, hebben ze nog wel het op een andere manier geprobeerd te verlichten. Ze hebben op de onderkant groene schijnwerpers gemaakt. En aan de bovenkant, zoals jullie zien, wordt het steeds feller, het lampje. Maar die draait dus rond als een soort vuurtoren. En ja, ze wilden natuurlijk toch nog een soort van dat die wel verlicht was. Dus ze hebben nu deze verlichting toegepast. Maar hopelijk kan die volgend jaar wel weer aan, want dat is echt het allermooiste. En als jullie nog willen zien hoe het kan dat de boom dit jaar niet aan is, dan zal ik eventjes een i'tje zetten met de vlog waarin ik dat vertel. Vandaag heb ik Dennis eerst even lekker in de paddock gehad. En daarna gingen we rijden. Ik wil deze week, zoals ik al eerder zei, niet helemaal serieus gaan trainen. Gewoon een beetje lol hebben en leuke dingen doen samen. Zodat Dennis ook gewoon een beetje vakantie heeft. Ik wil gewoon dat hij voldoende beweging blijft houden, zodat hij zijn energie kwijt kan. Hij komt natuurlijk ook in de molen 's ochtends vanuit stal en hij gaat gewoon in de paddock. Ze kunnen nu helaas niet op het land bij ons op stal, omdat het gewoon echt heel erg nat is. En de staleigenaar die wil niet dat het kapot gelopen wordt, wat ik ook heel erg goed begrijp. Want ja, we hebben niet mega veel land en daar moet je natuurlijk zuinig op zijn. Ik heb vandaag lekker met de Barrack-pad gereden. En ja, ik vind dat altijd wel fijner dan helemaal zonder zadel, zodat niet al die haren in je broek gaan prikken. En je zit ook net iets steviger. En ik heb ook de nekrop omgedaan, want ik dacht als er dan iemand in de bak is, dan kan ik dat ook nog eventjes oefenen. Ik heb 2 keer eerder met nekrop gereden. 1 keer toen ik hem nog helemaal niet zo lang had. Toen dacht ik, nou ik ga het gewoon uitproberen, gewoon kijken wat hij doet. En toen ging het eigenlijk echt verrassend goed. Hij reageerde heel erg goed om me helpen. En toen hebben we vooral de overgang van stap naar draf en van draf naar stap geoefend. Ook hebben we toen een klein galopje gedaan en dat ging best wel goed. Ja, toen was het in de zomer, dus was hij qua energie best wel rustig. En toen heb ik het, denk ik, ongeveer 5 weken geleden of zo, gingen we het nog een keer oefenen. Toen was er niemand in de bak. Dus ik dacht, nou mooi, kan ik even oefenen. En mijn moeder die was nog bezig met de stal. En ik zat op Dennis en ik dacht, ja, als ik nou helemaal moet gaan afstappen om het hoofdste af te doen. En dan weer erop moet klimmen is best wel een gedoe. En Flien, die zie ik altijd dat ze gewoon het hoofdste af doet als ze op Marley zit. Dus ik dacht, nou, dat probeer ik ook. Dennis bleef heel lief staan. Dus ik maakte alle riempjes los en toen deed ik het hoofdste af. En op het moment dat ik de teugel van zijn hoofd af wilde halen, draaide die met zijn hoofd om. Omdat hij een ander paard ver weg ergens hoorde. En toen bleef de teugel achter zijn oor hangen. En daarna begon hij te draven. Dus ik kreeg het hoofdstel er niet meer af.
En het hoofddoek begon toen te rinkelen met het bit en de riempjes. En toen ging hij dus in galop. En ik probeerde van alles te doen om hem terug te krijgen. Maar ja, ik had natuurlijk alleen maar de nekroop. En ik gaf wel de hulpen, maar het hielp op dat moment niet. Hij luisterde er niet naar. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? En toen heb ik hem maar gewoon eventjes uit laten galopperen totdat hij ging draven. Want ja, meer kon ik niet echt doen. Ik zei wel ho en ik probeerde goed naar achter te zitten. En met een nekroop de hulpen te geven, zodat hij terug naar draf zou gaan. Maar daar luisterde hij niet zo goed naar. Uiteindelijk werd hij gelukkig rustiger. En nadat we iets van 8 rondjes hadden gegalopeerd, ging hij uit zichzelf draven. En daarna kreeg ik hem zelf alweer in stap. Dus ja, het was niet een heel groot succes. Vandaag wilde ik wel oefenen met het sturen met een nekroop, want dat ging nog niet zo heel erg goed. En ja, ik heb gemerkt dat je echt heel erg goed met je benen moet sturen. En dat ging eigenlijk ook al steeds beter. We hebben in stap een soort achtjes geoefend elke keer, zodat hij goed volte bleef rijden. En dan de ene keer deed ik 2 keer rechtsom mijn volte. En dan weer 3 keer linksom, zodat hij niet wist van oh, we gaan het achtjes rijden, dus ik moet eerst links en dan rechts. En hij pakte het eigenlijk heel goed op. Het ging steeds beter. En daarna heb ik met de nekroop ook nog een beetje geoefend in draf. En hebben we ook nog een klein galopje gemaakt. Voor de veiligheid heb ik gewoon het hoofdstel eventjes omgehouden. Zodat ik hem daarmee eventueel ook terug kon rijden. En ik heb een knoop in mijn teugels gelegd. Dat ik geen last had van de teugels. En dat ik echt met de nekroop moest sturen. Maar dat ik in geval van nood dus ook de teugels nog kon pakken. En eigenlijk ging het best wel goed. Hij luisterde heel goed naar mijn hulpen. En hij was ook vrij rustig. Dus daar was ik ontzettend blij mee. En ja, we moeten het gewoon steeds vaker gaan doen. Zodat hij het beter gaat begrijpen. En ja, ik ben heel erg tevreden hoe het vandaag ging. En ik vind het ook wel heel leuk om gewoon, terwijl het eigenlijk een sportpart is, om ook dit soort dingen te kunnen doen. Want ik merk wel dat het echt de band en het vertrouwen, dat het echt heel erg meehelpt daarin. Dus ja, ook ontzettend leuk om eens wat afwisseling te hebben tijdens het rijden. De rest van de week moet ik even kijken wat ik ga doen. Ik wil sowieso nog wel een keer een sprongetje maken voordat ik op vakantie ga. En ook nog wel een dag ja, iets serieuzer dan vandaag dressuren. En dan ga ik weer op vakantie. Ik ga nu nog eventjes mijn video editen van vandaag. En het lijkt me ook leuk om een soort DIY te laten zien. Hoe je leuke cadeautjes voor je stalgenoten maakt. Leuke kerstcadeautjes. Vorig jaar hebben we dit op onze vorige stal gegeven. En ik sta nu ongeveer iets meer dan een half jaar denk ik bij de Utrechtse manege. Dus op deze stal hadden ze de cadeautjes nog niet gezien. En we vonden het vorig jaar zo leuk, en de mensen op stal ook, dat we dachten, we maken het gewoon dit jaar weer, maar dan net iets anders. En het zijn echt ontzettend leuke cadeautjes. Het is helemaal niet zo duur. En het is heel erg makkelijk om te maken. En daarnaast ziet het er ook nog eens creatief uit. Dus zijn jullie nou benieuwd hoe je dat doet? Kijk dan vooral eventjes verder, want dan ga ik het zo meteen aan jullie laten zien. Ik zal jullie nu een korte DIY geven. Hoe je een leuke kerstkaartje/cadeautje kan maken. Je kan deze bijvoorbeeld geven aan je stalgenootjes, aan je klasgenootjes, aan vriendjes of vriendinnetjes. Misschien wel aan je ouders of aan je opa en oma. En ik ga jullie eerst even laten zien wat je er allemaal voor nodig hebt. De basis bestaat uit deze candy canes. En dat is ook echt wel een beetje een kerstsymbool. Soms zie je ze bij mensen in de kerstboom hangen. Maar vandaag gaan we ze dus gebruiken om er een soort cadeautje mee te maken. En deze kan je kopen bij de HEMA, bij het Kruidvat en soms ook bij de Action. Ik heb ze zelf bij de HEMA gekocht en daar waren ze €12,50. Maar bij het Kruidvat zijn ze €1. Alleen toen ik daar kwam, toen moesten ze het vak nog bijvullen. Dus heb ik ze voor de gemakkelijkheid even bij de HEMA gekocht. Dan heb je deze leuke stempels. Ook deze komen bij de HEMA vandaan. En het handige is dat er ook al een inkpad bij zit. Deze waren geloof ik ook €2,50. En er zitten allemaal leuke kerststempels bij. Dan heb ik dit kerstblokje. En deze komt wel bij de Action vandaan. Er zit allemaal verschillend papier op. Met bijvoorbeeld kerstbomen, sneeuwvlokjes. Met streepjes. En ook met de tekst Merry Christmas. Zowel in het goud als in het zilver zitten er verschillende papiertjes in. Het is een heel erg leuk blok. En ik weet niet precies hoe duur deze was. Maar ja, het komt van de Action, dus het zal niet heel erg duur zijn. Dan heb je gewoon een wit stukje papier nodig. En wat ik heel erg leuk vind, zijn deze belletjes. Even kijken of die scherp wil stellen. En die kan je er voor de leukheid nog aanmaken. Maar dat is niet een must. Het kan erop, maar het is meer een extra detail. En ik weet niet precies waar je deze kan kopen. Maar als je gewoon op internet zoekt, dan kan je het vast wel vinden. Dan heb je een stukje touw nodig om de belletjes mee vast te maken.
En ik gebruik deze twee ponsen. Dit is een pons met een rondje. En dit is een pons met een ovaal. En deze zijn van het merk Stampin' Up. Maar dat is echt ontzettend duur. Dat komt uit Amerika. En dat heeft mijn moeder allemaal gekocht. Maar zo'n rondje kan je in ieder geval volgens mij ook wel bij het Kruidvat of bij de Action. Of bij een hobbywinkel zoals een Pipo's of zo kopen. Maar daarnaast kan je natuurlijk ook gewoon zelf knippen als je een klein schaartje hebt. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de ovaal. Het ponsen gaat gewoon net iets makkelijker, maar je kan natuurlijk zelf ook gewoon uitknippen. En dan moeten we, om het vierkantje te maken, dat zien jullie zo, gebruik ik dit doosje. Dat is super handig, want dan kan je gewoon dat vormpje overtrekken als je hem zo op het papier legt. En deze komt bij de Solo vandaan. En ja, als jullie dus ook dit doosje willen gebruiken, dan kunnen jullie hem daar kopen. Ik heb een leuk bloemendoosje, maar je hebt volgens mij verschillende printjes. En als laatste heb ik ook nog deze, dit lijm. Ja, wat is het? Je kan in ieder geval, je kan hem net als T-Pex eigenlijk, kan je hem zo rollen. En dan komt er een lijmplaklaagje uit. Dus dat is heel erg handig. En dan kan je dus dingen mee vastplakken. En deze komt trouwens ook bij de Action vandaan. Nou, dan gaan we nu beginnen met het maken van de kerstkaarten / cadeautjes. Om te beginnen pak je als eerste de candy canes. En dan pak ik er eentje uit, want we gaan ze natuurlijk één voor één maken. Dan heb ik gewoon een simpel bruin stukje papier nu. Je kan het dus ook met het blok maken, maar in dit geval pak ik eventjes een simpel papiertje. Omdat ik niet wil dat het te druk wordt. En dan pak ik het doosje en je kan zelf kiezen of dat je de deksel of het bakje gebruikt om het over te trekken. In dit geval pak ik eventjes het dekseltje. Die leg je dan neer. En dan ga je met een pen, dat was ik wel vergeten te zeggen bij de benodigdheden. Maar ja, dat heeft iedereen denk ik wel in huis. Ga je strak langs de randjes ga je hem overtrekken. Of omtrekken eigenlijk. Zo. Als je hem dan hebt overgetrokken, dan kun je hem gaan uitknippen. Dus je hebt ook een schaar nodig. Zorg dat je goed langs de randjes knipt op het lijntje die je hebt getekend. Zo, ik heb hem nu uitgeknipt en dan krijg je een soort rechthoek, maar dan met ronde hoeken. Dan pak je de pons of je tekent zelf rondjes erop. Het maakt niet heel erg veel uit hoe groot ze zijn als ze maar om de candy cane passen. En ik gebruik hiervoor even de pons. Dan hou ik hem op zijn kop en dan kan ik precies zien waar ik mijn gaatje ga maken. Zorg dat hij goed in het midden is. En dan pons ik hem uit. Dan heb ik hier het eerste gat. En dan moet ik aan de andere kant ook nog een gaatje maken. Zorg dat hij goed tegenovergesteld is. Zo. Dan heb ik twee gaatjes erin. En dan komen we nu bij het leuke gedeelte. We kunnen nu namelijk aan de slag gaan met de stempels. Hiervoor pak ik het witte papiertje. En ga ik eventjes bedenken wat ik precies erop wil stempelen. Nou, het lijkt me sowieso wel leuk om er Merry Christmas op te stempelen. En daar heb je twee verschillende stempels voor, maar ik ga deze gebruiken. Ik ga deze gebruiken. En het lijkt me wel leuk om... Hoe? En het lijkt me wel leuk om daaromheen dan ook deze kerstbal te gebruiken. Er zitten ook nog andere leuke stempels bij. Maar voor nu ga ik deze twee even gebruiken. Nou, dan pak je het inkpad die erbij zit. Haal je het dopje eraf. Dan begin je met de Merry Christmas. Dan zorg je dat je die goed over het inkpad heen haalt.
En dan kijk je of dat hij alles heeft gepakt. Want het inkt moet natuurlijk wel over alle letters verdeeld zijn. En wanneer alles onder het inkt zit, dan zorg je dat je hem recht op het papier stempelt. Goed hard eventjes op het papier drukken, zodat hij alle letters mooi pakt. En dan krijg je het woord Merry Christmas op papier. En dan krijg je het woord Merry Christmas op papier. Lijkt me wel leuk om dan ook nog de kerstbal erbij te doen. Dus ook deze stempel je eventjes op het inkpad. En die doe ik er dan schuin naast. Zo, en dan heb je hier Merry Christmas met een leuke kerstbal ernaast. Dan gebruik ik het ovaaltje om het uit te ponzen. En dan pons ik hem uit. Dit kan je natuurlijk ook gewoon knippen en als je een ander vormpje wil, kan dat natuurlijk ook. Dan heb ik hem hier uitgeponst. En dan kan ik hem op dit stukje papier plakken. Dit kan ik mooi doen met het lijmrol dingetje van de Action. Het is heel makkelijk. Je rolt hem gewoon eventjes eroverheen. En voilà, er zit een plaklaagje op. Zorg dat je hem goed recht op het papiertje plakt. Zo, ik heb hier aan de achterkant mijn naam geschreven, dus dat zal ik nu ook eventjes doen. Dan kan je bijvoorbeeld opschrijven, liefs Romy. En ik heb het dan zo schuin erop geschreven, maar dat kan je natuurlijk helemaal zelf kiezen. En dan is het kaartje eigenlijk al bijna klaar, dan pak je de candy cane. En dan doe je hem er vanaf boven zo er doorheen. Dan doe je hem dubbel en dan doe je hem aan de onderkant door het gat. En dan heb je hem zo om de candy cane. Hier zie je dan het geschreven. En het ziet er echt super leuk uit. Je kan dus hier alle teksten die je maar wilt gebruiken. En dan heb je er gewoon een candy cane bij. Om het extra details te geven kan je dus de belletjes gebruiken. Dat zal ik ook even laten zien. Ik gebruik er dan 2. En dan pak je een beetje touw. Zo. Dat knip ik even af. Dan doe ik door de gaatjes van de belletjes. Kijk. Ho. Dat is 1. En dat is 2. Het is wel een beetje een priegelwerk, maar het is wel goed te doen. Dan doe je ze een beetje naar het midden. En dan wikkel je eventjes 2 keer eromheen en dan maak je aan de achterkant een knoopje. Voor de zekerheid kan je 2 knoopjes maken dat je zeker weet dat die goed blijft zitten. En dan heb je hierboven nog leuk 2 belletjes zitten die een beetje rinkelen, dus dan krijg je nog meer het kerstgevoel. En uiteindelijk is dit dan het kaartje geworden. En als je het nou een beetje saai vindt met dit kaartje, dan kan je dus dit blokje gebruiken. Ik heb als voorbeeld, heb ik hier ook dat papier eromheen. En het ziet er wel heel erg leuk uit. Maar ik wist niet zeker of dat het te druk zou worden als je dan ook nog een stempel erop doet. Aangezien ik hier dan een sterretje heb en daar nog een kerstbal. En misschien wordt het een beetje druk. Maar ja, dat kan je dus zelf dan kiezen wat je leuker vindt.
Ik vind het in ieder geval echt ontzettend leuk om te geven. En ik zou het ook zelf heel erg leuk vinden om te krijgen. Dus misschien voor jullie ook een heerlijk idee om voor iemand om je heen te maken. Ik hoop dat jullie deze DIY een beetje leuk en leerzaam vonden. En misschien brengt het jullie ook wel wat meer inspiratie om iets leuks te gaan maken. Mochten jullie de candy canes nou ook gaan maken, stuur dan eventjes een foto via Instagram of via de mail. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. En dan stuur ik waarschijnlijk ook wel een berichtje terug. Ik ga nu nog eventjes verder met wat schooldingetjes en mijn video editen. En dan ga ik daarna weer lekker naar boven. Het is nu 11:30 en ik ga zo meteen eerst even naar mijn tanden poetsen. Dan ga ik daarna in mijn bed nog even een opdracht voor school afmaken. Helemaal geen zin in, maar het moet toch gebeuren. Dus ik ga dat gewoon zo snel mogelijk en natuurlijk ook een beetje goed proberen af te maken. En dan ga ik daarna lekker slapen. Ik ga nu alvast de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En hopelijk tot morgen weer. Doei!